Zes dagen voor Pesach, het Joodse paasfeest, ging Jezus naar Bethanië. Daar woonde Lazarus, die hij uit de dood weer tot leven had gebracht. De mensen uit Bethanië hielden ter ere van hem een feestmaaltijd. Martha bediende daarbij. Jezus zat met Lazarus en de anderen aan tafel. Maria nam dure nardusolie, goot die over de voeten van Jezus en droogde deze daarna af met haar lange haar. De fijne geur van de nardus vulde het hele huis. Een van de leerlingen, Judas Iscariot, die hem later uitleveren zou, zei: "Die olie is een kapitaal waard. Dat geld had beter besteed kunnen worden. U had het aan de armen kunnen geven." Niet dat hij zich zo om de armen bekommerde, maar hij was een dief. Hij hield de kas en van het geld dat binnenkwam nam hij vaak iets weg voor zichzelf. "Laat haar toch begaan," zei Jezus. "Ze heeft dit gedaan als voorbereiding op mijn begrafenis. Er zullen altijd arme mensen zijn, maar ik zal niet lang meer bij jullie blijven." Veel Joden hadden gehoord dat Jezus in Bethanië was en gingen er ook heen. Ze wilden niet alleen Jezus zelf zien, maar ook Lazarus, die door hem uit de dood tot leven was gebracht. Van toen af aan waren de leidende priesters van mening dat ook Lazarus uit de weg geruimd moest worden. Want door wat er met hem gebeurd was, gingen veel Joden in Jezus geloven. De volgende morgen hoorde men dat Jezus op weg was naar Jeruzalem. Het nieuws ging door de stad. De grote menigte mensen die voor Pesach, het Joodse paasfeest, gekomen was, liep de stad uit hem tegemoet. Ze hadden palmtakken in de hand en juichten uitbundig: "Alle eer is voor God. Gezegend is hij die komt in naam van de Heere, de koning van Israël." Jezus zag een ezel staan en ging erop zitten. Daarmee werden de woorden van de profeet Zacharia werkelijkheid. "Wees niet bang, Jeruzalem. Kijk, uw koning komt op de rug van een ezelsveulen." Zijn leerlingen begrepen toen nog niet wat dit allemaal betekende. Maar later, toen Jezus in de schitterende heerlijkheid van God was gekomen, werd hun duidelijk dat deze woorden met betrekking tot hem waren geschreven. Ze hadden ze voor hun ogen werkelijkheid zien worden. De mensen die erbij waren geweest, hadden iedereen verteld dat Jezus Lazarus uit het graf had geroepen en weer levend had gemaakt. Daarom gingen zoveel hem tegemoet. Ze hadden gehoord wat een machtig wonder hij had gedaan. De Farizeeën zeiden tegen elkaar: "Het helpt allemaal niets. De hele wereld loopt achter hem aan." Enkele Grieken die naar het paasfeest waren gekomen om God te aanbidden, kwamen bij Filippus, die uit Bethsaida in Galilea kwam, en vroegen: "Kunnen wij Jezus ontmoeten?" Filippus vertelde het aan Andreas en samen gingen zij naar Jezus om het hem te vragen. "Het is nu zover dat ik, de mensenzoon, de hoogste eer en heerlijkheid zal ontvangen," antwoordde Jezus. "Wat ik jullie zeg, is de waarheid. Het tarwekorrel moet in de aarde vallen en sterven. Anders blijft het alleen maar één tarwekorrel. Maar als hij sterft, brengt hij veel vrucht voort. Wie zijn leven lief heeft, raakt het kwijt. Maar wie zijn leven in deze wereld niet lief heeft, zal het behouden en eeuwig leven. Als iemand mij dient, moet hij mij volgen. En waar ik ben, moet ook mijn dienaar zijn. Als iemand mij dient, zal de Vader hem eren. Ik ben erg bang en weet niet wat ik moet zeggen. Moet ik zeggen: Vader, bevrijd mij van wat mij te wachten staat? Nee, want juist daarvoor ben ik gekomen. Vader, laat uw grootheid zien. Laat zien wie u bent." Er kwam een stem uit de hemel: "Dat heb ik laten zien. En dat zal ik weer doen." De mensen om hem heen hoorden het ook. De meesten beweerden dat het een donderslag was geweest. Anderen zeiden dat een engel iets tegen hem had gezegd. "Die stem is er niet voor mij geweest, maar voor u," zei Jezus. "Nu wordt het oordeel over de wereld uitgesproken. Het is zover dat de heerser van deze wereld wordt weggejaagd.
Wanneer ik van de aarde omhoog geheven word, zal ik allen naar mij toetrekken. Daarmee bedoelde hij dat hij aan het kruis zou sterven. De mensen antwoordden: er staat in de boeken dat de Christus altijd zou blijven leven. Waarom zegt u dan dat u, de mensenzoon, van de aarde omhoog geheven zult worden? Wat is dat, die mensenzoon? Het licht zal niet lang meer bij u zijn, antwoordde Jezus. Loop in het licht zolang het kan. Want als de duisternis u overvalt, ziet u de weg niet meer. Vertrouw op het licht. Zolang u het licht hebt, dan zult u kinderen van het licht zijn. Daarna trok hij zich terug en verborg zich voor hen. Ondanks de vele wonderen die hij voor hun ogen had gedaan, geloofden de meeste mensen niet dat hij de Christus was. Op hen waren de woorden van de profeet Jesaja van toepassing. Heere, wie heeft geloofd wat wij vertelden? Aan wie heeft u uw macht geopenbaard? Jesaja heeft geschreven dat zij niet konden geloven. God heeft hun ogen blind en hun hart ongevoelig gemaakt. Hij wilde niet dat zij inzicht en begrip zouden krijgen. Anders zouden zij naar hem terugkeren en hij hen genezen. Jesaja schreef hier over Jezus, want hij had zijn schitterende heerlijkheid gezien. Toch waren er heel wat vooraanstaande Joden die wel geloofden dat Jezus de Christus was. Maar zij durfden er niet vooruit te komen, omdat ze bang waren dat de Farizeeën hen uit de synagogen zouden verjagen. Zij vonden het belangrijker wat de mensen van hen zeiden, dan wat God van hen dacht. Wie op mij vertrouwt, riep Jezus uit, vertrouwt eigenlijk op hem die mij gestuurd heeft. En wie mij ziet, ziet hem die mij gestuurd heeft. Ik ben als licht naar de wereld gekomen om ieder die op mij vertrouwt uit het donker te halen. Als iemand hoort wat ik zeg en zich er niets van aantrekt, zal ik niet over hem oordelen. Ik ben niet gekomen om te oordelen over de wereld, maar om haar te redden. Over wie mij afwijst en niet luistert naar wat ik zeg, zal op de laatste dag een oordeel gegeven worden. En wel door het woord dat ik gesproken heb. Want ik heb niet uit mijzelf gesproken, maar ik heb gezegd wat mij is opgedragen door mijn Vader, die mij heeft gestuurd. Hij heeft mij opgedragen de mensen eeuwig leven te geven. Daarom zeg ik alleen wat mijn Vader mij verteld heeft.